Het Goffertstadion is weer veilig. Nadat op 17 oktober na de Gelderse Derby een deel van het uitvak instortte, was er veel onzekerheid over de veiligheid van het stadion. Maar er is nu een oplossing. Deze smalle metalen strips moeten de boel heel houden. Het lijkt op het eerste gezicht een minimale maatregel. Ja, dat klopt. Het lijkt heel minimaal. Maar het is eigenlijk, moet je het zien als toevoeging op de normale inwendige bewapening die een betonnen element heeft. En ja, de strips die eronder gemonteerd worden, die zorgen voor, die hebben een bepaalde trekkracht waardoor een element niet kan breken. Dus ja, dat is het eigenlijk. Dus het gaat om trekkracht, maar niet om duwkracht? Ja, inderdaad. Het gaat niet om dat je zo'n strip kan buigen, want dat zal misschien wel lukken. Maar het gaat erom dat de trekkracht ervoor zorgt, die is op zoveel plaatsen helemaal verankerd, ja. Dat zo'n element niet gaat breken. Vanwege de coronamaatregelen is publiek bij sportwedstrijden nu sowieso nog niet toegestaan. Maar in theorie kunnen er nu weer 7.000 à 8.000 fans het stadion in. Een helemaal volle Goffert zit er nog niet in, omdat de verstevigingen aan het stadion nog niet klaar zijn. Na deze wedstrijd hebben we Feyenoord thuis. Nou, dan zal het iets verder zijn, maar nog niet dusdanig dat het volle Goffert kan worden. Vervolgens hebben we een interland en ook nog twee uitwedstrijden. Dus ik denk tegen RKC thuis, en dat is volgens mij halverwege februari. Dan moet het mogelijk zijn, ja.